De volgende aandoening die ik met u wil bespreken is de ziekte van Meniere. Dit is een aandoening die voor het eerst beschreven is door de Fransman Prosper Meniere in 1861. Eigenlijk komt de ziekte van Meniere niet zoveel voor, in ieder geval veel minder vaak dan BPPD. En bij duizeligheid is de ziekte van Meniere in ongeveer 5% van de gevallen de oorzaak van de duizeligheidsklachten. Wat voor klachten heeft iemand met de ziekte van Meniere? Allereerst zijn er aanvallen van draaiduizeligheid, die soms gepaard kunnen gaan met misselijkheid en overgeven. En zo'n aanval kan vaak uren duren. Daarnaast is er sprake van een vermindering van het gehoor. Dat is meestal tijdens de aanval het meest prominent, kan daarna weer herstellen, maar uiteindelijk leidt de ziekte van Meniere tot een forse vermindering van het gehoor en soms tot doofheid aan het aangedane oor. Daarnaast is er sprake van oorsuizen, dat heel hinderlijk kan zijn, en een drukgevoel in het oor, alsof het oor vol zit met water. Heel vaak treedt ook angst en onzekerheid op bij de ziekte van Meniere, omdat de onvoorspelbaarheid van de aanvallen maakt dat je niet zeker bent over wanneer je weer klachten krijgt. En heel vaak speelt de angst en de onzekerheid een prominente rol. Of iemand nu de ziekte van Meniere heeft of niet, hangt af van de verschijnselen en de klachten die iemand heeft. Daar zijn strikte criteria voor ontwikkeld die in de jaren 90 zijn opgeschreven door de American Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. En wij volgen heel strikt deze criteria om te bepalen of iemand de ziekte van Meniere heeft of niet. Hoe wordt dan de diagnose gesteld? Er moet sprake zijn van een vermindering van het gehoor. Dus we doen een hoortest. We kijken naar de functie van het evenwichtsorgaan door een evenwichttest uit te voeren. Daarnaast kunnen nog andere onderzoeken plaatsvinden. Geavanceerde evenwichtstesten of beeldvormend onderzoek zoals bijvoorbeeld een MRI-scan. Wat zijn nou de oorzaken van de ziekte van Meniere? Eigenlijk weten we het niet precies. Er wordt verondersteld dat er sprake is van een doorbloedingstoornis van het evenwichts- en gehoororgaan. Er wordt geopperd dat het een auto-immuunziekte is, dat er dus antistoffen gemaakt worden tegen lichaams-eigen weefsel. En er wordt verondersteld dat het mogelijk een virale ontsteking is. Maar we weten het nog niet exact. Wat kunnen we eraan doen? De behandeling van de ziekte van Meniere is erop gericht om de duizeligheidsaanvallen te doen verminderen. Dat kan gebeuren met medicijnen. En het meest gebruikte medicijn is beta-histine. Daarnaast kan het evenwichtsorgaan worden uitgeschakeld door injecties in het middenoor. Dat gebeurt meestal onder lokale verdoving. En er wordt verschillend gedacht over de derde mogelijkheid om de duizeligheidsaanvallen te reduceren. Dat is het dragen van een prismabril. De injecties in het middenoor zijn bewezen effectief. Deze behandeling wordt intratympanale gentamicine-injectie genoemd. En gentamicine is een stof die het evenwichtsorgaan kan uitschakelen. En als je voldoende geeft of te veel geeft van deze stof, kan het ook het gehoororgaan uitschakelen. Na het toedienen van gentamicine zal bij ongeveer 80% van de mensen de duizeligheid zijn verdwenen. In circa 25% van de patiënten zal sprake zijn van een verslechtering van het gehoor. En belangrijk is om te weten dat deze behandeling wel effect heeft op de duizeligheid, maar niet op het oorsuizen of op het drukgevoel.
Omdat het evenwichtsorgaan wordt uitgeschakeld, zal er tijdelijk sprake zijn van een balansstoornis. Dus een wat wankel, onevenwichtig gevoel, met name bij snelle bewegingen of in het donker. Dit is iets wat tijdelijk is en meestal na een aantal weken tot maanden verdwijnt. Naast de behandeling van de duizeligheidsaanvallen is het belangrijk om aandacht te besteden aan de slechthorendheid en het oorsuizen. Dit kan vaak het beste gebeuren in een audiologisch centrum. Tenslotte is het belangrijk om aandacht te geven aan de angstcomponent. En vaak is het nodig om dit te bespreken met uw behandelend specialist of huisarts. Hiervoor kunnen medicijnen worden voorgeschreven of zijn er andere opties voor behandeling. Dit was in een notendop alles over duizeligheid. Dank voor uw aandacht.